in 2015 voor het laatst tegen elkaar. Toen nog in de Eredivisie won Cambuur met 1-0 van Go Ahead Eagles. Nu begint de ploeg uit Deventer uitstekend aan de wedstrijd. Al mag deze er wel in. Grote kans voor Sam Hendricks die er al 16 maakte in dit seizoen. Zo is de openingsfase spectaculair. Want dit is de volgende kans. Vijfde minuut nog maar. Overgeschoten door Ricardo Kip. Kip die een basisplaats heeft, net als Mathieu van der Laan en Roberta er niet bij. Roberta raakte geblesseerd in die bekerwedstrijd tegen Twente en is er 6 weken uit. Barto speelt daarom in de spits en Barto scoort voor Cambuur. De openingstreffer voor de ploeg van René Haken. Lastige hoek, vlak hem niet uit. Barto schiet raak. De openingstreffer dus voor Cambuur. En dan moet Go Ahead dus op zoek naar de gelijkmaker gaan. Hendricks, lastige hoek, Steenvoorde op de lijn. En nog eens op de inzet van Suk. Zo zijn er ook zeker kansen voor de ploeg van Jan van Sta. Opnieuw Cambuur, Kip. Kalon, dat is een dikke kans zeg. Stevens hoeft niet eens in actie te komen. Kalon had er 2-0 van moeten maken. Zo is het een eerste helft met heel veel kansen. Hier heel slordig balverlies van Dekker. Barto er vandoor. Kalon met zijn volgende opgelegde kans. Maar ook deze gaat er niet in. Was Cambuur wat zuiniger met de kansen omgesprongen, dan had het binnen 20 minuten al met 3-4-0 voor kunnen staan. Hier gaat Kip. Mathieu, goed gered door Stevens. En daar is Barto dan met zijn tweede. 18e minuut. En eindelijk zit hij er dan toch in voor de ploeg van Haken. Cambuur speelt goed, creëert veel. Go Ahead geeft niet thuis in de eerste helft. En Barto maakt er 2. Zijn 5e en 6e doelpunt van dit seizoen. Dan de tweede helft. Met een invalbeurt voor Bruno Andrade bij Go Ahead. In de ploeg gekomen voor Overgoor. Hier is Andrade. Oudspeler van Willem II. En hij schiet hem prachtig binnen. Buiten bereik van Cummins. Voetbalde even op Malta. Maakte zijn debuut afgelopen zondag. In dat spektakelstuk in Volendam. 4-3. En hier maakt hij zijn eerste doelpunt voor Go Ahead Eagles. Bruno Andrade. Dan is het toch gewoon weer een spannende wedstrijd. Dit is Hens van Barto na de inzet van Xandro Schenk. Maar de scheidsrechter Martin van der Kerkhof geeft geen penalty. En dat had hij natuurlijk wel moeten doen. Hoekschop Beltrame. Fout van Cummins. Die laat de bal zomaar los. En daar wordt Hens gemaakt door Barto. Overduidelijk een penalty. Niet gegeven dus door de scheidsrechter. Aan de andere kant Barto zelf. En de redding van Stevens. Zo is de tweede helft niet zo leuk en ook niet zo spectaculair als de eerste. Maar wel een stuk spannender. Want Go Ahead leeft nog altijd. Dit is het schot van Beltrame in de handen bij Cummins. Dan toch weer Cambuur. Met invallen van Kippersluis. Daar wordt denk ik een overtreding gemaakt. Aanval loopt door. Nog altijd is Go Ahead niet uit de problemen. Is dit dan Hens? Wat gebeurt er allemaal in Leeuwarden? Daniels wordt daar vastgehouden. En is dit dan een Hensbal? Ik denk het eigenlijk van niet. Van Hettinga. Die in de ploeg is gekomen bij Go Ahead. Go Ahead. Dat op 6 oktober voor het laatste een uitwedstrijd won. En vanavond gaat het niet lukken voor de ploeg van Jan van Sta. Hendricks krijgt hem er niet in. Oog in oog met Cummins. Dat was in de blessuretijd. 5 minuten erbij. Go Ahead vecht nog voor een punt. Maar deze bal eindigt in de handen van Cummins. Schot van Beltrame. Winst dus voor René Haken bij zijn debuut op de bank. Bij Cambuur
pakt hij 3 punten tegen Go Ahead Eagles.